Jaco, ons staan hier op New Hollandse standplaats bij Nampo Kaap. Het is 2 jaar geleden wat ons hier kon wees, weens de COVID. Hoe voel het om terug te wees op Bredasdorp? Chris, ja, dat is baie lekker. Dit is een lang termijn wat ons niet hier was nie. Voor ons om hierdie jaar weer hier te wees en ook so groot te gaan, ek dink is definitief die moeite werd, want ons sien die boere kom in en hulle geniet het. Ons staan hier so in Bredasdorp in die middel van de saai wereld, maar hier is een drywe-oesmachine achter ons. Vertel ons bietjie van hom. Ja, die Bro drywe-oesmachine is redelijk uniek aan in New Holland. Is een van die topmachine wat oorals maar in die wereld gebruikt wordt. 1975 het ons begin om die eerste een te bou en 2017 het ons al reeds 15.000 van hierdie machine gebouw. So dit is nie een nieuwe machine, maar die machine achter is ons 9090X en hy is speciaal ontwerp vir wingerde met een hoë vegetatieve groei en ook hoë opbrengste. Ja, goed, dan het julle ook een baie interessante kuilvoerkerwer wat julle tentoonstel. Gee ons bietjie agtergrond oor hom. Ja, ons het weer die FR650 kuilvoerkerwer ingebring hierdie jaar. Ons wil een beetje meer focus op die type machine. Dit is een baie groot machine, 650 pere, 480 kilowatt, maar je het dit nodig om je kuilvoer te snijden. En ons gaan die machine een beetje volgende week instel en een paar video's neem en dan ook sommer een boerendag hou. Lekker. Sê my, Jaco, wat is vir jou uniek oor Nampo Kaap in Bredasdorp en hierdie skou? Ek dink die omgewing. Ons werk met 'n verskeidenheid van mense of kom ons sê so verbruikers. Dit is de saai lande, so dis koring, canola, maar hier is ook wingerde, hier is sagte vrugte, en dan natuurlijk ook jou gewone tafeldrywe. So dis is een hele mengsel van alles in die stal. Jaco, baie lekker om een bietjie op te vang met jou. Geniet wat oor is van Nampo en ons hoop julle doen een bietjie besigheid ook. Dankie. Dankie, ja, ek seker van ons doen besigheid.